for all. We hebben de Pride Walk gehad, eigenlijk afsluitingsactiviteiten van de Pride Month. De hele maand oktober hebben wij Pride Month herdacht. Wat hebben jullie zo gedaan? We hebben trainingen gegeven aan zeker 50 decanen en maatschappelijk werkers hoe om te gaan met LGBT'ers op school. Trainingen gegeven aan jongeren hoe daarmee om te gaan met hun seksualiteit. We hebben verschillende activiteiten samen met de bedrijven gedaan. Er zijn mental health sessies geweest. Kortom, een gevarieerd programma. Minister, waarom loopt u mee? Kijk, organisaties in de samenleving hebben soms steun nodig. Omdat we duidelijk in een samenleving leven waar er zoveel diversiteit is. Waar we een ieder moeten embracen, omhelzen. En ook ervoor zorgen dat niemand zich gediscrimineerd voelt. Wat is jullie ultimate goal? We willen gelijke rechten hebben voor elke Surinamer. We willen dat iedereen die op welke manier ontplooiing wil hebben van hun gezinsleven, dat dat gewoon mag kunnen. We willen dat als mensen gepensioneerd zijn, dat ze ook hun partner mogen inschrijven, hun als ziektekostenverzekering, als ze kinderen willen krijgen, dat dat ook moet kunnen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Waarom loopt u mee? Suriname is divers. Alle mensen tellen mee. Elk mens telt mee. En zo is onze samenleving opgebouwd. Uit verschillende soorten mensen. En alle mensen mogen meetellen. We, the US Embassy, are walking today because we believe that we the people means everyone. And that LGBTQI plus rights are human rights. And we all need to come out and support one another inside and outside the community to preserve our human rights. Ik moet zeggen dat er verbetering is. Je ziet het, zijn een aantal bedrijven, organisaties die hun Pride-vlag uithangen. Voor het eerst hebben we eerder politici gehad, maar dit keer hebben we regeringsleden gehad die met ons mee hebben gelopen. De minister van Onderwijs, de minister van Buitenlandse Zaken heeft met ons meegelopen. Dus dat is al een signaal dat er meer begrip en meer acceptatie is. Er is heel veel werk. Ook als we vergelijken natuurlijk met de regio, doet Suriname het geweldig. Maar als we kijken met de rest van de wereld, met Zuid-Amerika, Mexico, Cuba, heeft recentelijk het huwelijk opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht. Dus Suriname is nog niet helemaal waar het moet zijn. We zijn enorm tolerant. Veel diversiteit in ons land. Dus wat mij betreft, zoals anderen een strijd hebben geleverd voor erkenning, ook deze moeten wij ondersteunen, massaal. Ik wil een ieder oproepen om niet alleen tijdens de Pride Month op te komen voor rechten, niet alleen wanneer we ernstige gevallen zien van discriminatie, van geweld, maar ook gewoon elke dag, elk moment dat je ziet van hé, dit is niet goed, op zo'n manier ga je niet met mensen om, dat je ook dan je uitspreekt op het werk, op school, al ben je alleen, al zit je in een kleine groep, al ben je de enige, elke stem helpt. Alles mag en alles kan eigenlijk binnen de regels. En voor mij is het belangrijk dat it's okay to be different. Ik zeg altijd, wees jezelf, wees trots op wie je bent. Alleen jij kan het doen, een ander gaat het niet voor je doen. En doe het zeker met alle liefde en licht en wijsheid.